Zaterdag 28 juli staat Summertime in het teken van de grensregio. De samenwerking tussen Gennep en Gogh. Samen met de stichting Gennep Niers Gogh hebben we vele contacten lopen met de organisaties in Gogh. Op die dag komen de mensen vanuit Gogh hier naartoe. Maar we hebben dan ook een speciaal programma wat geënt is op de Nederlandse mensen, maar ook op de Duitse bezoekers die wij hier massaal op de markt verwachten. We hebben Monika Vos uit Kevela en vooral Noor Deutsche Welle, een topband met veel leden, ex van Volumia. De mensen die in de popgeschiedenis thuis zijn, die kennen Volumia wel. En zij brengen muziek uit de jaren 70, 80, 90. Duitse muziek die wij allemaal kennen. Het wordt gewoon een hele plezierige dag, een hele fijne dag. Met allerlei activiteiten rondomheen, musea en dergelijke dingen allemaal weer. Waar we onze Duitse gasten, onze Nederlandse gasten een dagje heerlijk verwennen.